Terug, trouwe kijkers en nieuwelingen op het internet die YouTube afstruinen. Welkom terug of welkom bij mijn vlog. Naast mij staat een MGTF uit 2002 met bijna 71.000 kilometer op de teller. En volgens mij zelfs een special edition, maar dat weet ik niet 100% zeker. En waar baseer ik het op? Puur op de kleur en op de kleurstelling qua stuur en kleur van leder en de kleur van de lak. Want het is een hele fraaie, donkergrijze, blauwe lak, metallic. Uiteraard softtop en een camelkleurig ledig interieur met een duotoon stuurtje erin. Waar staat deze MG hiervoor? Vooruitpolijsten, want er zitten twee of lichte meerdere twee ruitenwisselbladen krassen in, zowel aan deze kant als aan die kant. En ik ga het leer twee deeltjes herstellen van instapschade, waar er wat kale randjes en een kale plek en sowieso even schoonmaken, stuurtje verschoonmaken en de bijrijderkant even schoonmaken. En uiteraard even uitstofzuigen. Maar dat is voor later. Ik ga eerst beginnen met het leer, want dan krijgt hij mooi de dag om te drogen, want de wagen wordt morgen pas opgehaald. Met name vanwege het leer. Kijk, een ruitpolijsten kost wel een aantal uren of uurtjes. En dan kun je hem van 's ochtends brengen, vaak 's avonds ook weer herhalen. Maar met leer doe ik dat liever een nachtje over, als het even kan. Zodat het leer goed in kan werken qua verf en dat soort zaken. Ik zou zeggen, vind je het weer interessant om te volgen? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Nu even aan de andere kant van de camera om je de schade in de voorruit te laten zien. Nou, kijk maar in het midden van de ruit. Kijk, daar komt hij. Zoek hem maar op in de VL-verlichting. Zie je, zowel links als rechts. En de linkerkant hangt een lichte waas over en er zitten meerdere lichte krassen in de voorruit. Gaan we meteen even door naar binnen toe. En dan heb je hier het fraaie duotoon lederen stuurtje. En hier zie je de instapschade. Is het te zien? Ja, het is te zien. En voor de rest even het leer even schoonmaken. Zo, camera weer even op zijn plek zetten. We gaan beginnen. Zo, het leer heb ik inmiddels schoongemaakt. Het stuurtje weer schoon, die is weer mooi mat. Bekleding is weer mooi mat. Ik moet dat alleen straks nog voeden of ga ik morgen doen. Ik ga nu de verf mengen op basis van hoe ik denk dat de kleur moet zijn. En dat is een kwestie van kijken, matchen, aanpassen. En uiteindelijk op die manier de verf bij elkaar mengen. Dus ik doe dat echt op het zicht, op het oog en mijn gevoel voor kleur. En niet volgens formuletjes en schema's en dat soort zaken. Dus het is echt dit, een beetje voor dit, een beetje voor zus. Ik voel me af en toe net zo'n druïde met allerlei potjes en pannetjes en dat soort dingen. En vooral als het om lederherstel gaat met verf. Maar goed, ik heb ook sinds een aantal weekjes heb ik. Kijk, er zit een balletje in die ervoor te zorgen dat je goed kan schudden. Maar ik heb tegenwoordig ook een apparaatje. En ik doe het werk voor me. En er is niks handiger als zo'n apparaatje hebben. Want dat schudden zo, daar word je ontzettend moe van. Niet dat ik een hekel heb aan moe worden, maar toch. Dit is even wat handiger en wat beter. En dat doe ik dan met elk potje. Ik begin eerst met de basis wit. En dan ga ik hem mengen met oker. En dan op kleur brengen, definitieve kleur brengen met zwart en rood.
in het kader van creatief met kurk. In dit geval met verf. Heb ik zo'n apparaatje aangeschaft. Het was niet zo goedkoop, was niet echt goedkoop, maar dat heb ik er wel voor over. Goed. Dan gaan we eens even beginnen met wit. Wit is een hele krachtige kleur, zou je zeggen, maar in dit geval wel. Dus ik begin even met een klein beetje en dan ga ik hem matchen met ook dit werkt zo met dat potje. Geweldig. En dan hebben we uiteraard ter ondersteuning hebben we nog in mijn ladekastje. Ik zweet nog van het leerreinigen. Een houten spateltje. En ik zie nu al dat ik nog veel te licht ben, dus we gooien er nog wat oker bij. In eerste instantie maar even, want er zit net te weinig in voor het apparaatje. En hier ga ik eigenlijk al bijna naar de kleur van. Het is, als ik nu het schoongemaakt heb, zie ik ook dat ook de stoel wat duotoon is. De zijkanten zijn donkerder als het middenstuk. Het middenstuk is heel zacht geel en de buitenzijde wat donkerder. Die op een hele rare manier een camelkleur richting een hele lichte mosterdkleur gaan. Een hele aparte kleur, moet ik zeggen. Goed, dat maakt de uitdaging alleen maar groter om de verf bij elkaar te sprokkelen, zogezegd. Eén druppeltje. Dan gaan we eens even kijken wat de kleur doet. Ik denk nog veel te licht. Ik ga even uit beeld. Ja, die is nog te wit. Ik ga even, ik zou niet voor de rest langer storen met het druïde spel van mij. Ik ga even verder met de verf mengen, op kleur brengen en dan zie ik je straks terug. Zo, ik heb de kleuren gemengd. Het heeft even geduurd, want het is een hele lastige kleur. Ik ben heel gauw geneigd om of te rood of te geel te maken. En dan moet je gaan matchen met wit en zwart. En vaak heb je, in tenminste de kleuren die ik heb, heb je bepaalde kleuren die sterk van pigment zijn. En die er dus bovenuit komen en doorheen schijnen. En dat wil je niet hebben. Dus dat is altijd weer even. De grootste uitdaging is altijd de kleur maken. En ik, zoals ik altijd al zeg, ik probeer 97 tot 99% kleurgelijkheid te halen. Ik moet eerlijk zeggen, 9 van de 10 keer lukt me dat ook. Dus ik heb hier nu ook het potje staan wat genoeg is om de twee deeltjes opnieuw te verven. Ondertussen geniet ik ook even een bakje koffie. En dan gaan we zo aan de slag met de twee deeltjes. Het blijft altijd apart dat verf die nat is anders stoot als dit dat die opdroogt en mat is. Vandaar ook dat je een verfafbrander ziet. Niet om de verf af te branden, maar om de verf te drogen op een snellere manier. Zodat ik op die manier kan matchen zonder dat ik moet gaan wachten tot de verf keer droog is. Waarvan ik denk van, ik heb nu de goede kleur en dan als die droog is, dan blijkt dat er toch nog wel nog iets te veel tintverschil in zit. Dus dan is het makkelijker om op die manier staaltjes te zetten op de stoel en dan net zo lang gaan zoeken waar je een compromis hebt. Want stoelen die gebruikt zijn, die hebben altijd een bepaalde nuance van kleuren en kleurschakeringen. En dat komt door vuilchemie en het ene stukje is de verf, de oude verf, wat dunner als op andere plekken. Dus je hebt alleen al op een rugleuning qua instapschade heb je al honderden tinten kleur van dus in dezelfde match, maar dan in een bepaalde, hoe moet ik het uitleggen, het crème is iets donkerder of het is iets geler of het is iets, en het is allemaal afhankelijk van de dikte van het leer, de littekens ervan, lichtval, alles heeft te maken met het opzetten van de kleur. Hoe die pakt en hoe die matcht. En zit er nog, dat is een hele belangrijke, zit er nog oude chemie in het leer.
Want dat kan een reactie geven, waardoor je dus bepaalde vlekken krijgt die je er niet meer uit krijgt, omdat de chemie in het leer zit. En leerverven is over het algemeen een nieuw toplaagje aanbrengen. Niet de verzadiging door het leer compleet, maar echt een toplaagje aanbrengen. Goed slijtvast is. Mits je hem uiteraard netjes bijhoudt en er mee gaat zoals je er om mee moet gaan. Dat is natuurlijk wel inherent aan sowieso alles wat je aan cosmetisch onderhoud doet aan een auto. Ik kan de mooiste strakke resultaten inzetten, maar als je continu met vuile kleding, vette kleding, kapotte kleding, met knopjes en ritsen en dat soort zaken overheen wrijft, ja, dan houdt mijn werk natuurlijk ook geen stand meer. Dus dat is wel natuurlijk al inherent en belangrijk aan hoe je de omgangsvorm doet met het materiaal wat hersteld is. Maar goed, blaas een slokje koffie en dan ga ik beginnen met het opzetten van de verf. Zo, leerherstel zit erop door naar de voorruit. Maar eerst dat even de auto afplakken, lamp eruit halen. Het laatste beetje nog even uitstofzuigen, dan heb ik dat alvast ook gedaan. En dan gaan we aardig richting het einde van het project. Om zomaar te zeggen. Het ziet er weer prima uit. Of goed. Net weer bekijken. Ieders interpretatie is anders. Ik vind hem heel fraai geworden. Zeker omdat het ook zo'n bizar moeilijke kleur is. Om te mengen dan, voor mij. En ik heb redelijk wat ervaring om kleur te mengen. Dus al met al een leuk project. Door naar de voorruit. Zo, de auto afgeplakt. Ik kan hem vooruit beginnen. En in het kader van creatief met kurk, de ruitenwisselbladen maar ingepakt met papieren voetmatjes tegen het smerig worden. Dat scheelt een hoop schoonmaken. En met name dat, want deze ruitenwisselbladen die staan vrij hoog op de ruit als ze zakken. En om dit stuk af te plakken en dan zo'n stukje overhouden, dat gaat er niet worden. Dus ik moet op deze manier mijn werk doen. En op zich is dat goed te doen. Want we houden tenslotte sowieso standaard 2 vingers breedte van de zijkant af. En dat is over het algemeen vaak het zwart geasseerde gedeelte van de voorruit. Ik ga mijn spullen bij elkaar zoeken en dan ga ik aan de slag. Ik zou zeggen, stay tuned. So, here we go. De stuurderskant is klaar, de linkerzijde, en voor jullie rechts. Nu dit laatste stukje. En deze is zwaarder als die kant. Dus hier zal ik ook wel even iets langer mee bezig zijn. Ondanks dat ik nu de ruimte wat kleiner is om te polijsten. Omdat ik een groot gedeelte van die kant af kan. En dat heeft puur te maken met handling van de machine. Dat van is vanaf die kant wat makkelijker.
En dan heb je hier wat, hoef je wat minder te rijken, omdat ik rechtshandig ben. En linkshandig polijsten op glaswerk wil ik niet doen. Ook op lak is een ander verhaal, maar op glaswerk doe ik dat liever niet. Dus zoveel mogelijk rechtshandig en rechtshandig polijsten. Dus zoveel mogelijk ruimte vanaf de andere kant pakken. Maar goed, we gaan nu aan deze kant beginnen. Om het niet helemaal te saai te maken, om te kijken hoe ik sta te polijsten, kap ik hem nu af en dan zien we straks als het klaar is. Zo, ik zal nog even het resultaat laten zien. Als je dat vergelijkt met de eerste beelden van de voorruit. En dan even meteen door naar het leer. Scherp stellen. Juist, kijk. Zo. Goed. Eén keertje. Het project aangaande het leer en de voorruit zit erop. Ik zou zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling en wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao.